Deze mensen die wrijven over hun penis in het toilet en gaan daarna onder de douche. Vlak nadat er bloed door de penis stroomt en hij groter is. Test, test. Mauri, Mauri 1. Oké. Hallo mensen, beste kijkers, YouTubers van Nederland. Mauri weer. Ik heb nog een aantal dingen te bespreken met jullie. Het is mij ontgaan, het is mij volkomen ontgaan, maar er wordt gespeculeerd over beschamende feiten over het douchen naar de voetbal. Met name bij de heren. Ik kan over vrouwen gaan lullen en spreken, maar daar heb ik geen verstand van, want ik heb nog nooit met een vrouwenhelft gedoucht. Maar wat ik weet over wat nou een cliché is binnen het douchen en het voetballen. Je hebt mannen, die gaan ervoor. Dat zijn horsefighters. Echte horsefighters. Die doen en die blijven doen. Maar die denken nooit terug over wat ze gedaan hebben. Ze twijfelen niet. Ze scoren. Ze krijgen veel geld. Ze zijn succesvol. Ze bouwen aan hun kwaliteiten. Aan hun voetbalvermogens. Ze trainen veel. Echte voetballers die horsefighters zijn, die zul je altijd terugzien. In de krant, op internet, Facebook, YouTube, overal. Je hebt helaas ook mensen in de voetbalwereld die geen horsefighters zijn. En die mensen, daar gaan we het over hebben. In dit geval heb je een voetballer die heeft getraind en die komt onder de douche. En hij schaamt zich voor zijn dikke buik. Wat doet hij? Hij houdt zijn buik in. Maar tot alle verbazing is er een teamgenoot en die erkent dat hij zijn buik inhoudt. Toevallig was Mauri dat vroeger. Ja mensen, ik schaamde me vroeger voor mijn dikke buik. En ik heb nog steeds een dikke buik, maar ik schaam me er niet voor. Ik heb ook lang niet meer gedoucht in gezelschap, maar daar gaat het niet om. Je hebt ook mensen, die hebben een kleine penis. En die doen iets heel beschamends voordat ze gaan douchen. En dat weet bijna niemand, omdat er niet over gesproken wordt. Maar het gebeurt echt. Deze mensen, die wrijven over hun penis in het toilet en gaan daarna onder de douche. Vlak nadat er bloed door de penis stroomt en hij groter is. Dit heeft niks te maken of het nou een bloedlul of een vleeslul is. Het is een feit dat het gebeurt. Zoals ik al zei, er wordt gespeculeerd, gediscussieerd in de televisiewereld op tv. En ik heb al een tijdje geen tv gekeken. Toevallig in mijn huis hebben ze de tv afgesloten. Niet wegens te laat betalen. Dat is geen probleem voor mij. Maar wegens een fout in de administratie van de leverancier. Dus, ik heb er wel verstand van. En je hebt ook mensen die zijn te behaard. Die scheren zich kaal. In de winter is het kouder dan zomers. Veel mensen laten hun haar staan in de winter. Zowel op het bovenlichaam als op het onderlichaam. Zowel op de schaamstreek als op de billen. En je mensen die scheren alles kaal. Maar dat doen mensen altijd over de wereld. Ik scheer mezelf niet helemaal kaal. Maar op punten waarvan ik denk van, hier komt nog wel eens een verkeerde geur vanaf. Daar scheer ik het kaal. Mensen die douchen na het voetballen gebruiken altijd zeep of shampoo. Over het algemeen zijn dit ook gezonde, sterke, fanatieke en hygiënische jongens. Dan weet ik nog wat te vertellen en dat is ook heel beschamend. Maar dat is wanneer voetballers onder de douche stappen, ze nog wel eens getreiterd worden door teamgenoten. Dat betekent dus dat ze gemapt worden met een handdoek.
Een natte handdoek. Het puntje van de handdoek maken ze nat en daarmee slaan ze tegen elkaar spullen aan. Wanneer jij het bokje bent, is het geen pretje. Maar vaak gebeurt het dat het elftal dit gezamenlijk doet. Wat heb je nog meer? Je hebt voetballers die douchen met hun ondergoed aan. Waarom weet ik niet. En dan ben ik echt, op die vraag wil ik geen antwoord. Wat je natuurlijk ook hebt, dat er voetballers zijn en die durven niet te douchen na de training. Die douchen thuis. Deze heren schamen zich voor alles wat bij hen ontbreekt. Of het zijn dappere jongens en ze willen gewoon hun privacy en ze doen hun eigen ding. Bij hun eigen thuis. Ik heb zelf lang niet meer gevoetbald en ik zou het graag willen doen. Ik ga binnenkort weer voetballen. Zeker met Rabona TV gaan wij een toernooi houden. Dit zal niet vastgelegd worden, maar hier gaan we gewoon kijken wat de rang is van Rabona TV en de voetbalkwaliteit. Ik hou van voetbal. Hou jij ook van voetbal? Kijk dan naar de volgende video. Want Mauri heeft hier veel meer over te vertellen. Genoeg over het preken en de discussies over het douchen. We weten gewoon dat dat bij elke man verschillend is en anders ligt. Diep gegrond in het aard van de mens. Maar voetbal is en blijft een geweldige sport. De Champions League, de UEFA League Cup, wereldkampioenschap, Europees kampioenschap. Je hebt de Copa America. Je hebt een heleboel. Mensen, ik dank jullie voor het kijken. Blijf vooral kijken naar de volgende video's die online komen. Die zullen spoedig komen. Ik zal erbij zijn, want Mauri hoort bij Rabona TV. Amour, voilà. Rabona TV opereert letterlijk op het randje van de voetbalwereld en daaroverheen. Mensen, gegroet.